Ja, we hebben dus een eenvoudig voorbeeld gezien van het bewijs, terminatiebewijzen. We laten nu een eenvoudig voorbeeld zien wat niet zo eenvoudig te bewijzen is. Wat een bepaalde truc vereist. Namelijk deze specificatie die we al eerder gezien hebben. Waarbij we op zoek gaan naar een nulpunt rechts van de initiële waarde van x. De preconditie hier stelt dat er zo'n waarde is. Zo'n nulpunt rechts van x. En dat is dan een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor terminatie. Als je dit wilt bewijzen, dan heb je dus de twee vragen te beantwoorden. Wat is je boundfunctie en wat is de invariant? Nou, het probleem is, wat ik veel zie, dat mensen geneigd zijn om bijvoorbeeld als bound te nemen n min x. Want ja, oké, hier staat er is een n. Als ik hier die n weglaat, ja, dan ben ik akkoord. Dan zou ik gewoon als bound nemen n min x. Maar hier staat niet dit. Nee, er staat er is een n. En dat betekent dat bijvoorbeeld ik moet bewijzen dat n min x altijd positief is. Dus n min x is groter of gelijk aan 0. Tevens moet ik deze implicatie hier bewijzen. Waarom? Nou, dat kun je van overtuigen, want dit heeft te maken met het afnemen van de bound expressie n min x. Als je dat even uitwerkt, dan kun je je overtuigen dat te herleiden valt tot deze implicatie. Maar als we bijvoorbeeld alleen hier al op concentreren, ja, wat zou een invariant zijn die door je preconditie geïmpliceerd wordt en die vervolgens dit eist? Want dat moeten we vinden. We moeten een invariant vinden die dit impliceert en zelf geïmpliceerd wordt door deze gegeven preconditie. Met andere woorden, want dat is transitief, want als die invariant dit impliceert en dit impliceert de invariant weer, dan kun je dus stellen dat deze bewering dit moet impliceren. Maar dat geldt natuurlijk niet. Het feit dat er een n is die rechts van x ligt, waar a n is gelijk aan 0, wil nog niet zeggen dat n min x groter of gelijk aan 0 is. Want deze n is die n niet. Als ik dus een implicatie schrijf van dit impliceert dat, dan is deze n die n niet. Dit is een vrije variabele. Bijvoorbeeld, als ik deze implicatie evalueer in een toestand die aan n de waarde 10 geeft, ja, dan kan het maar zo zijn dat deze n veel verderop ligt. Ja, dus dat deze, die losse n zogezegd, helemaal niet de bound is. Dat je veel verder moet zoeken. Dus dat gaat niet op. Hè? Terwijl het wel ja, zo eigenlijk bijna voor het grijpen ligt. Hè? Je zegt maar gewoon laat dit weg. En ja, min of meer klaar is Kees. Maar ja, dat staat er niet. Hè? Er staat er is een en. Dus hoe kunnen we daar omheen werken? Nou, dat kunnen we doen door middel van een extra bewijsregel. Natuurlijk moet je nou eigenlijk al de kriebels krijgen. Hè? Ik bedoel, zo gauw het niet lukt, gooi er maar een nieuwe bewijsregel tegenaan. Dan is natuurlijk de vraag, ja oké, bij een volgend programma wat je niet kunt bewijzen, ga je weer een nieuwe bewijsregel introduceren. Maar je kan even, het valt te beredeneren dat deze regel afdoende is. We verder met behulp van deze regel ook in principe alle programma's correct kunnen bewijzen. Mede ook de terminatie. En nou, met deze regel, wat zegt deze introductieregel? Die zegt, als ik dit heb afgeleid, over deze preconditie, die zegt iets over a, dat n, de waarde van n, de variabele van n, dat die rechts van x ligt en dat nulpunt is, dat vanuit willekeurige toestand die dit waarmaakt, moet dit programma termineren in deze eindtoestand, waarin ax is 0. Als we dit hebben afgeleid, dat gaan we zo meteen nog even doen,
Maar als we dit hebben afgeleid, dan mogen we met de introductieregel deze n wegkwantificeren, elimineren met de introductie van een existentiële kwantor. Onder de conditie, namelijk dat n niet in mijn programma voorkomt en komt ook niet in de postconditie voor. Onder die condities mag je deze n hier wegkwantificeren. Dat is een concrete toepassing van deze er is introductieregel. Dat is een algemene regel die zegt als ik een preconditie heb en een postconditiespecificatie van een statement en in die preconditie komt de variabele n voor die niet in de postconditie voorkomt en niet in mijn statement, dan mag ik hem in de preconditie elimineren in de zin van existentieel wegkwantificeren. Dan mag ik zeggen er is een ding waarvoor dat geldt. Dat kun je in het algemeen laten zien dat dat een sound regel is. Nou, als we deze regel hebben, ja, dan, en we hebben dit afgeleid, ja, dan zijn we in één keer klaar. Nou, en dit wordt nu ook veel makkelijker, want nu kunnen we als bound natuurlijk nemen n min x. En we nemen als invariant gewoon die preconditie zelf. En dan krijgen we als bewijsobligaties, die worden weer wederom heel simpel. We nemen de invariant hier, we gaan de body van de loop in, dus ax is ongelijk aan 0. En dan moeten we weer bewijzen dat de invariant geldt. Nou, dat is natuurlijk heel simpel, omdat als we hier x voor x plus 1 substitueren en we weten dat x ongelijk aan 0 is, dan moet natuurlijk ook zijn dat x plus 1 kleiner of gelijk aan n is. Dan kunnen we x veilig ophogen. Ja, want in de preconditie weet je dat n en x kunnen geen aliasen zijn. Omdat dat zou inconsistent zijn. En dus weet je dat x kleiner is dan n. Ja, ja, want inderdaad. Want je weet x is kleiner of gelijk aan n. Maar x kan dus niet gelijk zijn aan n. X moet dus, als je aan deze preconditie voldaan is, dan kun je beredeneren dat x strikt kleiner dan n moet zijn. Want als het gelijk is aan n, dan is het zowel gelijk aan 0 als ongelijk aan 0. Dus je weet, deze preconditie impliceert dat x kleiner dan n is. En kun je x veilig ophogen, zodanig dat nog steeds geldt dat x kleiner of gelijk aan n is. En natuurlijk blijft an gelijk aan 0, want n verandert verder niet. Maar je kunt dat dus ook weer formeel bewijzen met de toepassing van assignment axioma en de consequence regel. Maar nogmaals, de crux zit hem in dat deze preconditie impliceert dat x kleiner dan n is. Nou, vervolgens moeten we laten zien dat de invariant impliceert dat die bound groter of gelijk aan 0 is. Waarom is dat zo? Ja. Het volgt direct uit deze ongelijkheid. Als x kleiner of gelijk aan n is, dan is n min x groter of gelijk aan 0. En dan hebben we nog tot slot het laten zien dat die bound expressie, n min x, ook daadwerkelijk afneemt. Dus wat nemen we dan? De invariant, de boolean conditie. En we bevriezen hier de initiële waarde, voordat we de body van de loop uitvoeren, bevriezen we de bound functie. De initiële waarde stoppen we in z en dan kunnen we na afloop uitdrukken dat de bound afgenomen is door in dit geval te stellen dat n min x kleiner is dan z. Nou, dat moet ook eenvoudig te bewijzen zijn door middel van de assignment axioma en de consequence regel. Maar dat laat ik over aan het, dat kun je uitvogelen tijdens het werkbewijs. Dus dit redde ons. Met behulp van deze regel konden we dat andere voorbeeld, dat op zich een hele simpele specificatie is, van een simpel programma, een simpele specificatie, maar ja, we stuiten daar op een probleem, dat werd opgelost door de introductie van deze bewijsregel. En dit is dus de algemene gedaante van die regel. Als ik deze premisse heb afgeleid,
en x komt niet in mijn statement voor en niet in de postconditie, dan mag ik hem wegkwantificeren, existentieel. Nou, wat ik nu ook overlaat aan het werkcollege, is uitvogelen dat die condities inderdaad noodzakelijk zijn. In de volgende zin van, dit is een or, dus het moet hieraan voldoen en hieraan voldoen. X mag niet in S voorkomen, maar mag ook niet in Q voorkomen. Nou, laat nu zien, stel dat X wel in S voorkomt. Geef dan een tegenvoorbeeld voor de geldigheid van deze regel. Dus stel dat X wel in S voorkomt, geef dan een statement S, waarin X natuurlijk voorkomt, en een pre- en postconditie, zodanig dat de premisse waar is, maar de conclusie niet waar. Dan heb je inderdaad laten zien dat in ieder geval deze eis nodig is. En zo kun je ook laten zien dat het nodig is dat x niet in vrij in de postconditie voorkomt, door wederom een statement s te geven en een postconditie q en p, preconditie p, zodanig de premisse waar is, maar de conclusie niet waar. Dus dat, ook, dat laat ik even over aan het werkcollege. Dat is wel interessant, want dan zie je dus ook dat precies waarom die zijcondities noodzakelijk zijn. Er zijn ook andere regels die je kunt gebruiken, die sommige bewijzen vergemakkelijken. Bijvoorbeeld deze bewijsregel, waarbij je, als ik bewezen heb dat de postconditie Q waar is als ik aanneem ofwel P dan wel R. Hè? Want Q wordt gegarandeerd vanuit de preconditie P en Q wordt gegarandeerd vanuit de preconditie R. Nou, dan weet je dus ook dat Q gegarandeerd wordt vanuit de preconditie P of R. Hè? Want als P waar is, nou, dan gebruik je deze premisse en dan weet je na afloop geldt Q. Als R waar is, dan gebruik je deze premisse en dan weet je ook nou dat afloop Q geldt. Kijk, dit stelt ons in zekere zin ons in staat om de preconditie te verzwakken. Dit is in tegenstelling tot die consequence-regel waarbij je de preconditie juist alleen maar kunt versterken. Trouwens, dat kun je dus ook proberen te laten zien. Bijvoorbeeld de consequence regel. Stel je voor dat je in de consequence regel toelaat dat je de preconditie verzwakt. Nou, dan kun je bijvoorbeeld ook tijdens het werkcollege proberen uit te vogelen van, bestaat er dan een concreet tegenvoorbeeld? Kan ik een instantie van de consequence regel vinden waarbij de premisse waar is, maar de conclusie onwaar, omdat ik de preconditie verzwak? Dus dan moet je een concrete statement vinden en een concrete pre- en een postconditie waarvoor die regel niet meer geldig is. Een andere evidente, simpele regel is de conjunctieregel. Als ik deze twee premissen over een statement S met verschillende pre- en postconditiespecificaties, dan kan ik als preconditie de pre-conjunctie nemen van de twee preconditie en als postconditie de conjunctie van de twee postcondities. Dit is wel op zich een mooie regel, want dat stelt ons in staat om het principe van verdeel en heers te gebruiken. Want in zekere zin heb je de complexiteit van deze te bewijzen correctheidsspecificatie verkleind. Want op zich, hier staat P1 en P2 en daar staat Q1 en Q2. Hier staat alleen P1 en Q1 en daar P2 en Q2. Dus, maar dat is trouwens, nu ik dat zo zeg, niet altijd gezegd natuurlijk. Want soms kan het ook weer nodig zijn om de informatie van P2 om Q1 weer waar te maken. Dus je moet wel zo'n splitsing, moet je wel goed weten dat inderdaad Q1 ook alleen maar afhankelijk is van P1. En Q2 ook alleen maar afhankelijk is van P2. Dan zou je in principe dit kunnen opsplitsen. Dus inderdaad, als je bijvoorbeeld dus start met zo'n specificatie, dan heeft het soms zin om te kijken van, nou, in plaats van dit helemaal als geheel te bewijzen,
kun je misschien concluderen, ja, hé, maar die Q1 die is eigenlijk alleen maar afhankelijk van P1 en Q2 van P2. Nou ja, dan kun je het bewijs gaan splitsen. En dan heeft het inderdaad zin. Dan heb je wel twee bewijzen, maar elk bewijs zelf kan simpeler zijn. Maar stel je zou bijvoorbeeld voor P2 gelijk dezelfde premisse nemen, zodat je alleen de postconditie split, dan kan het wel altijd. Ja, ja, ja. Stel je neemt voor P2, ja. P1 dezelfde formule, ja. Dan verlies je niets. Nee, nee, dan verlies je niets. En dan heb je inderdaad ook simpel, want dan heb je één bewijs dat focust op Q1 en het andere bewijs dat focust op Q2. Dan heb je nog inderdaad, wat ik eerder zei, wel twee bewijzen, maar de ene is gefocust op het ene en de andere op het andere. En dat kan wel betekenen dat elk van die bewijzen zelf simpeler is dan het in één keer bewijs. Ja, nee, dat is een goed voorbeeld. Ja. En dan hebben we nog een regel, een substitutieregel, die zullen we pas later gebruiken, met name als we willen redeneren over recursieve programma's. Als we bewezen hebben deze correctheidsspecificatie, en we hebben een stel variabelen, dus hiermee duiden we een vector, een rijtje van variabelen aan, en met T-streep erboven een corresponderende rijtje van expressies. En dit betekent dan een simultane substitutie. Dat je vervangt gelijktijdig al de variabelen z door hun corresponderende expressie. Dat is even voor het gemak notationeel. In plaats van te schrijven z1 tot en met zn wordt t1 tot en met tn, is dit wat handzamer. Maar het is wel belangrijk dat het simultaan is. Dat je dus niet eerst z1 vervangt door t1 en dan z2 door t2. Dat kun je trouwens ook even bekijken, dat doorgaans twee verschillende noties zijn. Wat voor een soort expressie kun je laten zien dat simultaan substitueren iets anders oplevert dan het een na het ander. Dat zou je bijvoorbeeld ook even het werkcollege kunnen bekijken. Maar dit betekent dus simultane substitutie, zowel hier als daar. En wat we nu eisen is dat die variabelen z, die mogen niet in een programma voorkomen. En de variabelen die in al deze expressies voorkomen, die mogen niet veranderd worden door mijn statement. Dus nou, best een complexe zijconditie. Maar als dat zo is, dan kan ik gerust in zowel de preconditie als in de postconditie al die variabelen z door een corresponderende expressies vervangen. Nou, dit is ook wel weer een aardige om te bekijken van of deze condities nou echt wel nodig zijn. Dus kijk, neem bijvoorbeeld aan dat dit niet geldt, ja? Dat z dus in s voorkomt, een van de z, en probeer dan een tegenvoorbeeld te vinden. En ook een tegenvoorbeeld voor enkele van die variabelen die in die expressies t voorkomen, dat die wel veranderd worden in s. Dat zijn wel aardige vingeroefeningen, dat je ook wel een begrip geeft van de semantiek van dit soort correctheidsspecificaties. Ah, dat heb ik hier uitgeschreven. Maar dat ga ik dus nou niet behandelen. Dus hiermee stoppen we.